Deze beschouwing, die zal ik lekker rustig houden. Die kan je prima afspelen voor het slapen gaan. Het onderwerp van vandaag is atheïsme. En ik weet nu nog even geen goede titel, want ik had er een gemaakt, twee eigenlijk. Eentje in het Engels en eentje in het Nederlands. En dan stond in de titel het woord atheïsme en iets als mentaal gestoord. En die engelstalige versie, die had binnen no time tientallen views. Dat viel me op. Ja, engelstalig is natuurlijk ook een groter domein. Hè? Maar dan nog, euh, zeg wel de 30 views of zo. En iemand was er heel boos over geworden. Ja, dat kan je niet maken. Nou, hier ga ik niet naar luisteren. Als je zo begint... Dacht ik van ja, daar is het dan ook niet helemaal. Hè? <laughs> en ja, ik wil niet lullig overkomen, daar gaat het mij helemaal niet om. Ja, ik vind dat als je, ja, als je je denkvermogen, wat je toch hebt als mens. Laten we eerlijk zijn. Het woord mens komt uit het Sanskriet, als ik mij goed heb laten voorlichten. In het Sanskriet heet dat manas. Dus vandaar mens. En in het Sanskriet heb je manas. Dat is ook M-N-S. Maria, Nico, Simon. En in het Sanskriet betekent manas denkvermogen. Het woord man kennen ze ook in Sanskriet. En dan betekent dat denker. Nou, dus Dan weet je ook gelijk waarom. Uh, dat deel der natie wat in de regel niet zo emotioneel is, maar wat rationeler is. dat we dat dan noemen de mannen. Dat heeft in feite niks te maken met de penis. Het heeft te maken met het feit dat die mensen nadenken. Dat ze hun denkvermogen ook daadwerkelijk inzetten. Nou, en als je je denkvermogen, wat je van... Ja, dan moeten we even gaan oppassen, want dit geldt dus ook voor atheïsten. Maar de, dat denkvermogen wat jij toevallig hebt opgelopen, laat ik het zo maar zeggen. Hè, dat geloven atheïsten. Het is allemaal toeval. Hè. Dat toevallig opgelopen denkvermogen, ja, als je dat niet gebruikt, waarom zou dat denkvermogen zich dan ontwikkelen? Kijk, als jij je benen of je armen een tijdje niet gebruikt, bijvoorbeeld bij een botbreuk, dan krijg je van het gips. En dan gebruik je die ledenmaten niet meer. En als daarna het gips eraf gaat, dan zit je heel beteuteld te kijken en dan is je rechterbeen dat gebroken was. Dat is een stuk smaller dan je linkerbeen, wat die dagen, die maanden wel in de rondte gelopen heeft. Ja, dat komt omdat je het rechterbeen niet gebruikt hebt. En dan treedt er iets op en het heet atrofie. En dat houdt zoveel in als dat. Ja, wat in de Bijbel staat, hè? hij die niet werkt, zal niet eten. Dus dat geldt ook voor je lichaam. Zijn ledenmaat wat geen arbeid verricht, nou, dan krijg je ook geen voedingswaren. Krijg je krijgt er niks te vreten. Dus ja, dat gaat vermageren. Nou, je mag ervan uitgaan dat dat in je hersenen ook zo is. Als jij je hersenen niet gebruikt. Dan atrofiëren. ...die hersenen. Of jij moet... Uh, ja, ...denken dat dat... Uh, ...bij de hersenen als enige orgaan... ...van jouw uh, lichaam... ...dat het bij de hersenen niet zo is. Dat als je de hersenen niet gebruikt... ...dan word je steeds slimmer en slimmer en slimmer. En waar heb je dat dan weer vandaan? Uit welke psychologie-magazine heb je dat? Dat gaat er weg... Dat is helemaal niet zo. Als jij uh, goed wil leren hardlopen en je wil een keer winnen met de Olympische Spelen of zo. Ja, ga trainen. Als je de godganse dag in je Ikea-bed gaat zitten, net als ik. En, uh, dan hoef je niet te verwachten dat je de Olympische Spelen gaat winnen. He? Nee. Hetzelfde geldt ook voor schaken. Als jij je een beetje wat wil voorstellen met schaken, ja, ga trainen. Mensen als Magnus Carlsen die komt het niet aanvliegen hoor, die trainen echt heel veel. Elke keer als ze een toernooi spelen, bijvoorbeeld, maar ook de voorbereiding van een toernooi dan trainen ze ook. Dan trainen ze met sparring partners. Dus de een of andere collega die gaat dan Magnus Carlsen een beetje lopen trainen. Of Magnus Carlsen, het schijnt bij Magnus Carlsen, dan gebruikt hij de computer. Hij gebruikt volgens mij Alpha Zero. Kijk, ja, je moet het trainen, je moet je breinvermogen trainen. En dan blijft het lekker op peil of wordt het nog beter. Als je je breinvermogen, je denkvermogen helemaal niet gebruikt. Eww. En laten we dan even teruggaan naar die atheïsten, die ik ervan beticht dat ze een conclusie trekken waarvan ze niet eens weten wat het woord betekent. Ze weten de verstrekkendheid van de conclusie niet. Ze roepen maar wat. Mijn dochter, ook zo hoor. Ik ben atheïst. Ik kan wel janken. En dan wil je zo'n meisje niet uh, te moeilijk tegemoet treden. Want uh, ja, ze heeft dat al zo moeilijk met die ingewikkelde vader. Dus dan laat je het maar een beetje gaan. Maar er komt toch een dag, mag ik hopen. Uh, dat ik dat, uh, dat broedsel van mij uh, een keer ter verantwoording kan roepen. Maar wat bedoel je eigenlijk? wat bedoel je nou als je atheïst bent? Wat je dan bedoelt te zeggen is dat jij uh, helemaal toevallig tot stand bent gekomen. En ik oh. nou dat is uh, heel wat, hè? En waaruit? Ja, uit het niets. Dus ja, het eerst had je helemaal niets. En toen heel toevallig, hé, hey, oh dat ben ik. Oh joh, hoe uh, ja, dat is erg toevallig. Ja. ja, want de laatste keer dat de mensheid niets had waar zomaar iets uit kwam, dat is. Uh, dat is erg lang geleden. Eigenlijk weten we dat helemaal niet. Dat heeft nog nooit iemand meegemaakt. Nog nooit. Ja, eerst had ik helemaal niets en toen, heel toevallig, ja, toen uh, had ik een huis en een mooie vrouw en zes kinderen. en een paard in de gang. En uh, ja, ik had ook een hele drukke baan op de Tahiti en daar moest ik elke week naartoe. En daarvoor echt, ik had helemaal niks. Hè. Ik had helemaal niks. Dat heel toevallig, had ik in één, had ik van alles. Dat kan helemaal niet. Nou, alles wat er is, dat heeft een oorzaak. En als jij zegt, nee, dat is niet waar. Er zijn dingen en die hebben helemaal geen oorzaak. Die, uh, dat is gewoon die, ik was laatst nog, uh, zag ik iemand, stond op een podium. En die had een, een lege hoed, die zat op zijn hoofd. En hij haalde die hoed van zijn hoofd en, en toen, uh, hop, Hadden die een konijn uit de hoed. En uh, ja, dat konijn die kwam uit het niets. Was zomaar uit het niets een konijn uit de hoed. En hij was een hele aardige man. Ja, en hoe heette die man dan? Ja, die heette iets van uh, Magician uh, de Pompadero. Ja, ja. Was dus een goochelaar. Ja, was een goochelaar. Ja, ja. En, en jij... Uh... Uh, ja, jij gelooft dus dat die man uh, dat, uh, dat allemaal echt deed. Ja, was, uh, ja die hoed die was leeg. En uh, toen deed hij zijn hand erin en uh, hup, kwam er een konijn uit. Ik heb het zelf gezien hoor. En uh, ja, je gaat mij niet vertellen dat zo'n gogelaar. Je uh, heet dan wel Gogelaar, maar dat hij uh, het publiek voor de gek houdt. Dat doet hij niet hoor. Want hij vraagt wel uh, 15 euro aan iedereen hè, om te komen kijken. Dus dan mag je ervan uitgaan dat dat uh, echt uit het niets een konijn is. Ik geloof dat. Ja. Mentally retarded. Ken je dat woord? Mentaal achtergebleven? Ja, toch. Hoe kan je nou uit niets iets krijgen? En nou. Nou hoor ik misschien daar helemaal achter in de collegezaal iemand brommen. Van ja, maar hoe zit het dan met Martin Heidegger? Want die heeft toch ook gezegd: waarom ga je bij het ontstaan uit van iets en waarom niet veel eer van niets? Ja, maar dan moet je weten waar Heidegger het over heeft. Heidegger bedoelt dat je als je het hebt over het ontstaan. van jouw, uh, mag ik hopen, gelukzalige bestaan. Waar komt dat vandaan? Eh? Dat je niet op zoek moet gaan naar iets in deze wereld. Zal ik het nog een keer zeggen? Eh? Dus er is niet uh, een partikel of een atoom, of een groep van atomen, of een cluster van. Uh, Subatomaire deeltjes die in CERN gesplitst zijn... en die zitten in potjes of zo. En, en die hebben het hele universum veroorzaakt. Nee, er is niet iets... dat het universum heeft veroorzaakt. Niet iets. Er, er is niet een ding. Het was ook tante Gerda niet toen ze dronken was de laatste keer. Dat wordt het feestje bij oom Joop. Dat was het ook niet. Er is niet iets. En niet iets, dat noem je ook wel niets. En dat is het niets van Heidegger. En dat durf ik te zeggen, terwijl ik van Heidegger uh, zijn en tijd heb ik niet gelezen. Dat ga ik nog een keer doen als ik heel veel uh, tijd heb. <laughs> ik heb het al zo moeilijk gehad met zijn inleiding in de Metafysica. Maar ik weet waar die man het over heeft. En dat niet iets... Heidegger zegt dat het gaat om het daar zijn. Dat is een erg belangrijk begrip. Dat is een ongrijpbaar begrip. Het er zijn. Dit is een roman van Jerzy Kaczynski. Dat is ook erg leuk verfilmd met... Oh, dan moet die naam moet ik weten... Die man die ook de uh, Pink Panther, Peter Sellers, die de Pink Panther speelde. Peter Sellers. Peter Sellers is een leuke acteur. Die speelt ook in die film van Stanley Kubrick. Is die Dr. Strangelove? Her dokter merkwoordiger liever. Nou, nah, Peter Sellers. Uh, die speelt in die film en die heet Being There. Being There refereert één op één aan het daar zijn. Jerzy Kosinski was niet een flatrol. Het daar zijn, dat betekent zoveel als het er zijn, is dat je ervaart. Snap je? En de ervaring creëerde de materie. Zo, ja, dat is de kant waar Heidegger ongetwijfeld uitkomt. En als je een Heideggeriaan bent, dan zou je zeggen: Nee, Heidegger zegt het heel anders. Ja, maar daar komt het op neer. Geloof me nou maar, daar komt het op neer. Want dat is ook de enige verklaring die er is. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Klaar. Zo hoor je het zeggen. Dat is de volwassen mens aan het woord. Dat is de mens die weet wat hij zegt. Dus het woord gaat vooraf aan het telbare en het meetbare. En het telbare en het meetbare, dat is de totale verzameling van alles wat je kan waarnemen, de verzameling der ietsen. Ja, zijn je nog bij mee? Ja, kijk, als je een ATS, als je een ATS, die doet een uitspraak, jongen, dat die het allemaal wel weten. Maar toch ook ook ja, want uh, ja, voor mij uh, is er uh, geen oorzaak van het universum. Want ja, er is geen oorzaak, dus ik ga lekker naar. Nou, dag, pap, het moet weer hoog nodig. Dit en dat. Dan gaat ze weer belangrijke dingen doen, op de smartphone. Ik bedoel, ik heb, ik heb niks tegen mijn dochter, dat moet je niet denken. Ik heb ook geen ruzie met dat kind. Maar het is wel een atheist, ja, dat kan je merken ook. een bang voor de moeder en scheid aan de vader en dat krijg je ervan en een atheist die, die heeft geen enkele reden voor zijn bestaan uh, allemaal toevallig uit het niets want er was ooit helemaal niets en toen heel toevallig hé, hey, oh dat was ik oh. Is hij wat tevreden dan? Uh, ja, en, Kan ik hier ook wifiën? En, en uh, wat is trouwens de toegangscode? Oh ja, ik ben al binnen. Ja, nee, leuk. Ja, ik heb Tante Gerda alleen. Dag Tante Gerda met mij. Hoe gaat het met jou? Dat is het enige wat die mensen doen. Mijn dochter die zegt ook rustig uh, even doordenderen over Heidegger. Hè? Van, uh, pap, zal ik zo dadelijk even bij je langskomen? Zeg nou kind, we gaan weer even oh, keulen en Aken. Nou zeg, uh, het is ongelooflijk hoor. Alsof ik de keulen hoor donderen. En, en, en dan beweert ze dat ze langskomt. Hè? Ja, dan zit ze bij mij op de bank. En uh, dan uh, sta ik eventjes in de keuken in een pan te roeren. En dan roep ik wat naar de woonkamer toe. Zo in de zin van: uh, Wil je er nog huppeltje pup in of zo? Ja, dan moet je weten, ik heb een heel klein uh, fletje. Dus dat is allemaal prima te horen. En ik ga niet schreeuwen, dat hoeft niet. Maar ik roep met een duidelijke stem naar de kamer: van, uh, 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 Heb je zin in een scheut kokosolie erin of zo? Kokosmelk. En dan hoor ik helemaal niks. En dan loop ik naar de woonkamer binnen. Twee stappen. En dan zit me dan op haar Instagram te turen naar een schermpje. Ja, waar is ze dan? Bij de vader? Ga er weg. Ze is helemaal niet bij de vader. En dan zegt ze zegt: Oh, 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 sorry. Zei je wat? zei, ja. We gaan er een schuit kokosmelk in doen. Oh, ze is lekker. Ja, dat vind ik wel lekker. Ja, ik had even een berichtje van mama. Ik moet er zo dadelijk nog even langs. Voordat ik naar huis ga. En trouwens, ik ben heel moe. Dus ik blijf ook niet te lang. Nee, maar ze gaan er wel even langs bij de moeder. Ik wil maar zeggen, atheïsten. Het is. Ja, het is niet mijn soort mensen. Ik vind ze niet onaardig, dat is het punt niet. Maar ik vind ze niet zo menselijk. Ze zitten maar te turen naar die smartfoontjes, overal en nergens zijn ze. Ze zijn dus nooit echt bij je op bezoek. Ze zijn zich ook helemaal niet bewust van het feit, want daar komt Heidegger om de hoek. Heidegger zegt, het gaat om je daar zijn. Dus je, je bent bij iemand en dan ben je bij iemand. En je zit niet op je smartphone, snap je? Want dan ben je niet daar. En het daar zijn, dat is de oorzaak van het hele universum. Want als je het hebt over de uitvinder van het da zijn, of het daar zijn... Ja, God, dus de God van de Bijbel, Elohim, dat gaat om het daar zijn. Dat is waar niet in de Bijbel, zeggen ze dat niet met zoveel woorden... Nee, maar het is waar Heidegger mee komt. Ja, met dat hij dus zegt... Waarom zoek je, als je op zoek bent naar de oorzaak van alles, waarom zoek je naar iets? Waarom niet beter zoek je naar niets? En niet in de zin dat het allemaal toevallig is. Nee, maar jij maf? Martin Heidegger was een hele serieuze gozer. Door Martin Heidegger, om, om die, die contra-mensen van Heidegger even uh, gerust te stellen. Dat, uh, Martin Heidegger, namelijk, om het even te vertellen. die gaf les aan de Universiteit van Heidelberg samen met Karl Jaspers. Niet dat ze samen les gaven, maar Karl Jaspers zat er ook. Er waren collega's. Nou, toen kwam die katholieke kerk met dat fijne idee van dat, dat ventje van hun met dat rare snorretje: Adolf de Vioolspeler. Nee, die heette niet Adolf de vioolspeler, die heette Adolf Fietler. Ja, wat zeg je dan? Adolf Fietler, toch? Of niet? Een Fiedler is een vioolspeler, dus Adolf Fietler. Die vioolspeler, ja. die rattenvanger van Hamelen. Waar iedereen achteraan liep van, oh wat leuk. Ja. Nou, Karel Jaspers die heeft in die dagen gezegd toen dus dat nationaal socialisme omhoog kwam. Uh, ik hou er mee op. Ik ga verkassen. Die heeft zijn laatste cent enkele reis Amerika gekocht. En die is pleitig gegaan. En Heidegger, Martin Heidegger, die is te blijven zitten. Die dacht van nou, laat maar zitten. Ja. Die bekeek het anders hoor. Die dacht, ja, ik ben hier, ik ben daar. Ik zal wel zien wat er gebeurt. En in principe deed hij mee. Ja, dacht hij, als je hier blijft, ja, dan ben ik ook nationaal socialist. Ja. Wist hij veel. Door hij goed te begrijpen dat Jodenvervolging en zo. Dat hele gesodemieter, dat kwam pas achteraf aan het licht. Wat daar precies zich had afgespeeld. En je moet niet denken dat die Joden allemaal even grote liefertjes waren. Dat is ook niet zo. En die kristalnacht bijvoorbeeld. Dat is uh, veroorzaakt doordat er in Parijs iets gebeurd was. En iemand van Joodse afkomst die had iets heel uh, vervelends gedaan. Ik wil me even de Joodse kwestie. Daar ga ik nog een keer een hele aparte uitzending over wijden. Want het is een heel ingewikkeld verhaal. En uh, geloof me dan maar, ik ben geen antisemiet. En dat is Martin Heidegger ook niet. By the way. Daar was hij niet, waarom zou hij dat zijn? Geweest. Hij is dus overleden, maar je kan het er niet meer vragen. Maar ik heb, uh, ik heb niet alles gelezen van de goede man. Maar Martin Heidegger was geen antisemiet. En wel was het zo dat hij was een Duitser. Dat nationaal-socialisme kwam omhoog. En hij is gewoon in Heidelberg gebleven. En heeft daar de hele Tweede Wereldoorlog fijn les gegeven in metafysica. Nou, achteraf is hem gevraagd. Uh, wat vind je daar nou van? Dat jij onder het bewind van Adolf de Vio-speler. dat jij fijn bent blijven lesgeven. In plaats van, net als Carl Jasper, uh, Jaspers. je boeltje te pakken en op te zouten. Waarop Martin Heidegger uh, vrolijkjes zei tegen die journalist: Ja. Een mens maakt keuzes in zijn leven. En uh, ik heb daar ook voor gekozen. En ik kan je vertellen: ik heb uh, sinds die dagen. En daarvoor, ik heb nog nooit zoiets stoms gedaan als toen. Ja. Ja, waar keuzes worden gemaakt, daar worden foute keuzes gemaakt. Dus Heidegger zei, wat is een foute keuze? Punt. En ja, hij is niet een van de domste mensen. Hij is zelfs ongelooflijk intelligent. En heeft dus bewezen dat je ongelooflijk stomme keuzes kan maken de grootste blunder van zijn leven heeft hij zelf gezegd. Maar ja, dat kwam pas achteraf naar boven. Hier. En niet op dat moment. Kijk, als mensen als Martin Heidegger zich ervan bewust zijn dat de wereld niet veroorzaakt is door iets in deze wereld. En dat de wereld wel degelijk veroorzaakt is en dat het niet een toevalskwestie is, dat kan niet. Dan moet je dan niets in dit universum komt toevallig tot stand. Helemaal niets. Ja, als je met een dobbelsteen gooit, dan heb je toevallig een 6, of toevallig een 5. En dan moet je nog goed ontdenken, ook hè? Want ik weet nog dat ik uh, bij de KEMA, daar deed ik stage, dat moest voor de studie. Ik ben ingenieur, landbouwkundig ingenieur. Masters of Science. En ik zat bij de KEMA en moest iets ingewikkelds doen. Dus ik moest een luchtverontreinigingsmodel maken. En dan helemaal van bodem af aan zelf verzinnen. Want het ging over, het was een heel, 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 hele leuke opdracht. En ik had drie maanden de tijd. Dat is me gelukt. En ik heb aangetoond dat als hier in Nederland er dan hele hoge zwaveldioxideconcentraties waren, dat die rotzooi niet van de Amers Centrale kwam, bij Breda in de buurt. Niet van een Nederlandse energiecentrale, nee. Als hier in Nederland de pleuris uitbrak, voor 75% kwam, dat, kwam die meuk uit het roergebied. En voor 25% ongeveer kwam het uit het noorden van Frankrijk, waar ook zware industrie zat. En niet uit Nederland. Anyway, dat had ik keurig bewezen, maar daarvoor had ik een toevalsgenerator nodig. Een random generator. En ik had een Sperry Remington machine. Daar mocht ik op. Dat was een mini-computer. Met Fortran. Met allemaal technische programmeermeuk. En ik heb dat model helemaal opgezet. Euh, lekker mooie dingen erop. En de uitkomsten klopte niet, hè? Ik denk wat is er aan de hand man. Ik heb proefjes, euh, proefsoftware schrijven. Die allemaal bliep, bliep, bliep. Error, error, eros. Die kennen het nou. En in mijn programma zat helemaal geen fout. Toen dacht ik van hé, hey, ik ga die toevalsgenerator eens even controleren. Is die wel toevallig, hè? die uitkomsten van die toevalsgenerator? En wat bleek? Niet Helemaal niet. Dus die toevalsgenerator in die Sperry Remington-computer, met wat was het? RX1100 of zo, dat operating system. Die toevalsgenerator was helemaal niet uh, een serie van toevallige getallen, er zat een patroon in. Heb ja. je hebt het nog gemeld ook? En dan keken ze mij zo aan, want hoe kan je dat nou weten? Ik zei, nou. Hebben die mensen even uitgelegd nou dan kan je statistisch uh, blablabla, maar die statistiek gingen ze uh, boven de pet van die lui. En die deden er verder geen biet aan, of ze wisten ook niet uit de, bij wie ze dan moesten klagen. Ja, dat snap ik ook wel. Maar dat was even lekker leuk, had ik geen toevalsgenerator. Dat heb ik er zelf één ingeschreven. Zo moeilijk is dat niet. Ik wil maar zeggen, iets in deze wereld echt helemaal toevallig tot stand te komen, dat kost je moeite. En als dat iets tot stand komt in deze wereld, is dat niet toevallig. Dat kan helemaal niet. Je kan. Kijk, je hebt in een computer een functie die heet uh, RandomX. Of Rand, of R-A-N-D-X heet die functie. In C zit die ook. Of programmeert als C. In BASIC heb je hem ook. Nou, dan kan je zeggen, laat nou, ik die, 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 die random generator, laat ik het uh, random allemaal uh, lettertjes uh, kiezen. En die zet ik uh, random achter elkaar. En dat worden dan woorden. En dan zet ik die woorden achter elkaar met spaties ertussen. En dan doe ik ongeveer uh, een random hoeveelheid woorden. En dan een punt. En dat noem ik zinnen. En dan doe ik uh, random hoeveelheid zinnen. En dan doe ik een lege regel ertussen. Dan noem ik een paragraaf en dan doe ik een random aantal paragrafen en die geef ik een titel, ook met een random dingen, Dat noem ik een hoofdstuk en zo maak ik uh, helemaal random een boek. Dat kan niet. probeer het maar. elk boek wat in de boekhandel wordt verkocht is geschreven door een mens. er zit een oorzaak achter. boeken zijn er niet zomaar toevallig. nou, en, uh, hoe komt dat? nou een boek, dat, dat is een, een verhaal, met, in het begin gebeurt er iets en dan komt dat halverwege, het boek komt, dat wat in het begin gebeurd is, dat komt dan weer terug via een andere manier en zo. Dat is allemaal regels, gelden daarvoor. Ja, dat kan je alleen maar schrijven als je er heel goed over nadenkt. Snap je? Dat kan je niet zomaar uit random laten produceren. Ook niet als je dat zegt, nou, ik heb het één keer geprobeerd en dat was inderdaad zoals Perry zegt, alleen maar JKSGH, spatie, NMBVQ, spatie, oh, totaal onleesbare meuk. Maar ik ga het nog een keer proberen, kijken of het dan wel lukt. Nee man. Ook een tweede keer is het weer bagger en een de derde keer is het weer bagger. Je, je mag blij zijn als de woorden die je genereert, als het überhaupt syntactisch correct Nederlands is. En syntactisch correct is dat je, ja, dat, je, dat je niet hebt. Ik loopt over straat. Want dat kan niet. Het moet zijn. Ik loop over straat. Piet loopt met een T over straat. En niet Piet loopt met een D. Ja? Dat moet syntactisch correct zijn. En je kan ook niet zeggen. Piet liep de trap op naar beneden. Dat kan ook niet. Ik kan ook niet zeggen, Piet liep de trap op uh, van het dakterras naar het souterrain. Want dat klopt het semantisch niet. Want een dakterras dat is in de regel niet onder het souterrain, weet je nog? Ja, dat soort dingen. Dat kan niet, een boek kan niet toevallig tot stand komen. En dan is een boek, vergeleken met de natuur, maar een hele beperkte complexiteit. Een beetje boek heeft er 300, 400 pagina's. Op een pagina staan 60 uh, regels. Uh, per regel heb je iets van 10 woorden. Dus uh, 600 woorden per pagina en dan 300 pagina's. Ja. Is dat bij elkaar? Is dat 180.000 woorden of zo? Zit ik er een nulletje naast? Maar zoiets. 18.000 woorden, dat moet het zijn. 600 woorden per pagina, 300 pagina's. 6 keer 3 is 18 en dan 4 nullen. Nee, het is 180.000 woorden. Ja, oké. Okay. Dat is nog maar een boek. En een boek kan niet te, door toeval tot stand komen. Dat kan niet. Ook niet als je het heel vaak probeert. Dus hoe kan dan, als je kijkt naar de wereld om je heen en kijk eens naar je eigen lichaam, hoe, hoe kan jouw lichaam nou door toeval tot stand zijn gekomen? Er is een leuk gedicht geschreven. Uh, in de vacht van een poes zitten twee gaatjes. Heel toevallig zitten daar de ogen achter. Ja, want als een kat twee ogen heeft... maar de vacht heeft op, dat, op die plekken van de kat uh, niet twee gaatjes... ja, wat heeft die kat dan aan die ogen? Als die niet naar buiten kunnen kijken door de vacht. He? Daarom moet in de vacht van een kat twee gaatjes zitten... Waar de ogen door naar buiten kunnen kijken. En anders werkt het hele gebeuren niet. En het is ook niet handig als je kat dan uh, uh, twee, gaatjes, uh, twee extra gaatjes heeft uh, bij de bips. Want uh, dan krijg je alleen maar uh, koude bips als het gaat zitten. Hè? En als jij uh, aan jouw lichaam, jouw mensenlichaam, zitten uh, veel complexer in elkaar dan het lichaam van een poes. Ook dat nog een keer. Dan nou, ga er maar zo over nadenken. Waar komt er vandaan? Uit nou, toeval. En dan ook nog uit niets. Hè. Die atheïsten, die uh, verfente aanhangers van die uh, man. En die schijnt een heel onaangenaam karakter te hebben gehad. Ja, over de doden niks dan goeds. Maar eh, hij is inmiddels dood. Stephen Hawking. Schijnt helemaal geen aardige fan geweest te zijn. En die zegt dan van ja, je had dus ooit had je helemaal niets, echt helemaal uh, totaal niets. En uh, dat is geëxplodeerd. En dat, uh, dat noem ik de uh, Big Bang, de grote knal. En uh, toen had je materie. Ja. En die materie was dus net als bij een gewone explosie, uh, helemaal uh, dus één grote puinhoop was het. Er lag hier een beetje, er lag daar een beetje. Was het was een rommeltje van je welste. En toen is die materie zich uh, ja, stap voor stap gaan organiseren. En het is dan geworden tot iemand zoals ik in een rolstoel. Waarvan Perry zegt dat ik helemaal niet aardig ben geweest. En dat is allemaal uh, toevallig. Ja. Toeval tot zand gekomen. Ja, dat is Stephen Hawking. Die man is ook niet goed. Met, ja, over de dood en niks dan goeds. Maar uh, zijn theorie slaat er helemaal nergens op. En de Big Bang. En dan een heel hotel zeggen: ja, dat was 15 miljard jaar geleden. Heb ik gisteren nog gecontroleerd? Het gaat toch weg? Het kan niet. En dat Stephen Hawking, die, die beweert dan, Beweert de dan, van ja, er kan wel wat, niets. Iedereen weet dat niets heel regelmatig explodeert. Nou, punt 1 is helemaal niet waar. Dat weet helemaal niemand. Door met die golfoorlog, daar zijn er allemaal dingen geëxplodeerd in Baghdad. Ja, uit het niets. Nee, man. Dat waren die, die cruise missiles, die kruiseriketten en al die andere nare bommen. Die zijn geëxplodeerd. Overal waar wij explosies van kennen, van Big bangen. Oh, dat was weer een hele grote Big Bang. Ja, dat was altijd dynamiet of zo. Of iets anders, weet dat andere spul C 4 Maar nooit niets, niets explodeert helemaal niet. Dat kennen we helemaal niet. Dat kennen we alleen maar in de fantasie van iemand die inmiddels overleden is. Die Steven Hawken. Die schreef het op een briefje. Uh, het niets is geëxplodeerd. En de explosieresultaten. de resultaat van de explosie noemen wij het universum. Ja, ja. Hm. Ja, is ook leuk. Maar omdat je het opgeschreven hebt, betekent het niet dat het dan ook waar is. Dat dus heeft Stephen Hawking opgeschreven en iedereen. Wow, wow, Stephen Hawking, wow. oh. En waarom? En dan zeggen mensen ook nog... van ...ja, we niet alleen Stephen Hawking hoor... ...want er is ook uh, Charles Darwin. Die moet je ook niet vergeten, Perry. Tja, je moet vooral Stephen Hawking en Charles Darwin moet je naast elkaar zetten. Want je hebt dus helemaal niets. Dan heb je een hele grote explosie... ...en dan heb je verschillende soorten vinken op de Galapagos-eilanden. En, 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 en Darwin begrijpt dat helemaal. Want je hebt eerst niets... Dat explodeert en dan heb je vinken op de Galapagos. En Charles Darwin begreep dat? Nee, natuurlijk niet, man. Dat bedoelde Darwin helemaal niet. Charles Darwin had het erover... Van dat uh, op, op een klein niveau... kan je na etterlijke generaties... Uh, ja, dan krijg je verschillende soorten vinken. En die waren allemaal ooit... was dat één soort vink... en er zijn er nu verschillende soorten geworden... Het heet micro-evolutie. Dat bestaat. Er is een beroemd voorbeeld van een bosgebied waar uh, was een berkenbos. bos, en daar leefde een vlinder. En die vlinder die had dan een mooi kleurtje van zijn vleugeltjes, zodat de vogels niet in de gaten hadden waar de vlinders zaten. Want een berg heeft een lichte bast. Tenminste, die berg, de Silverberg of zo heet hij. Uh, en die vogels hadden het vogels, die vlinders hadden een schutkleur. Ja, toen kwam er een snelweg daardoorheen. met allemaal uh, roetdeeltjes en zo. En die berken, van, die basten van die zilverberken. die werden smutsig, uh, ja, smoezelig op zijn Nederlands. Een beetje bruinig, grijzig. Zo. Ja, en die spierenwitte vlindertjes. ja, die vielen enorm op. En al die vogels die honger hadden, die dachten we: hé, er zit te lunch. En die hebben al die lichtgekleurde vlinders opgegeten. Ja. En welke vlinders bleven erover? Ja, smoeselige vlinders. Dat is vastgesteld. Dat bestaat. Dat is microevolutie. Het bestaat. Maar is er vastgesteld dat je eerst niets hebt? En vervolgens een olifant? Nee. Ze hebben ook geprobeerd, hebben ze het nog makkelijk gemaakt. Een, een vat hadden ze genomen. En in dat vat hadden ze gestopt de, de vier basisatomen voor het, mensen voor het leven. Moet je zeggen. Dat is koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. Heel makkelijk te onthouden. CoHN. Dus waarom is dat makkelijk te onthouden? Nou, Cohen is een hele belangrijke naam in het, uh, eh, bij de Joden. COHN. Koolstof, zuurstof, stikstof. Nee, koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. Cohen. Koon. Nou hebben ze die vier atomen bij elkaar geplumpt in een vat. En dan dat vat uh, bestraald met. Uh, Ultraviolette straling. Dat hebben ze gedaan. En op energie pomp je er dan in. En dan was de grote vraag: uh, ontstaan er dan uh, eiwitten? Nou, inderdaad, hebben ze sporen van eiwitten aangetroffen. Huh? Ze hadden dus uh, koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof bij elkaar. Een beetje roeren, zo, allemaal gassen of zoiets. Huh? En dan ultraviolette straling erop. Nou, een tijdje wachten en dan uh, monstertjes nemen. En kijken of je daar aminozuren, daar ging het om. Eiwitten, dingen in aantrof. Nou, die hebben ze gevonden. Dat was het dan. Uh, maar de idee, dat, want dat denken ze dan, hè. Dat koolstof, zuurstof, stikstof, waterstof en stikstof. Dat dat dan vanzelf het DNA gaat vormen. Ja, het DNA dat is even een stukje complexer, hè? dat is niet even een aminozuur, maar ja, maf. En DNA is nog niet eens voldoende, want het DNA dat treffen wij aan in de celkern. En in de celkern daar dus, zit dat DNA in, er zit rondom dat DNA er zit een, een kernwand, de wand van de kern van de cel. Dan krijg je de meuk van de cel zelf en dan heb je weer een celwand eromheen. Dat hebben ze nooit aangetoond. Dat dat uit toeval kan ontstaan. Zelfs al help je de boel een handje. Door er van tevoren al koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof in te stoppen. En dan nog UVB-straling erop. Om die, die, de boel aan het koken te krijgen of zo. Maar nooit. Dus waar heb je het over? En een ATS zegt, ja, maar ik geloof hoe dat u... Ja, dat jullie hebt dus gewoon niets en dan... Uh, ja, dan, dan, en nu ben ik er dus en uh, ik zeg dat... Uh, ja, je hebt, uh, het is allemaal toeval. Nee. Dan geloof je in iets wat belachelijk is. Punt. En dan hoef je van mij geen bijbelgelovende christen te worden... maar uh, begrijp dan minimaal Martin Heidegger... Of ga je iets langer terug in de tijd. Uh, Immanuel Kant of Arthur Schopenhauer. Uh, die het hadden over. Uh, Immanuel Kant had het over. dat Ding aan zichzelf. En Schopenhauer had het over. De wil. Of neem die Nederlandse filosoof. Uh, Gerardus Heimans Met zijn uh, psychisch monisme. Uh, de geest die één is. Psyche is geest, monisme is dus de ene geest die alles is, die alles gemaakt heeft. Kortom dus, wat in de Bijbel wordt genoemd, God. De Elohim, dat ook wel slaat op wij. Zal ik ergens een genesis, hè? laat ons de mens maken naar onze gelijkenis. Ik zal hem er even bij pakken. Ik ga binnenkort op. Als alles Condeo valente. dan ga ik Hebreeuws leren. Dan kan ik jullie helemaal de les gaan lezen. Nee, dan worden jullie blij, zeg. <laughs> even mijn microfoon bijstellen. Even inzoomen. Kijk, ik zit nu. Uh, de vijfde dag. Eentje verder. Ja, dan krijg je hier vers 26. Genesis 1. Eerste hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel. Eerste hoofdstuk, eerste boek. En daarvan het 26e vers. Daar staat in het Nederlands. En God zeide. Dat is het woord dus weer, hè? Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over het vee. En over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Ja. In Johannes 1, vers 1. En God zeide: dubbele punt. Toen kwam de mens. Dus het woord ging vooraf aan de materie. Of zoals Schopenhauer zei: De wil. Er is één wil. Er is één en ondeelbare wil. En die heeft alles veroorzaakt. Dus als je ergens wil klagen, dan moet je zijn bij de wil. En kom bij Schopenhauer niet aan met het begrip vrije wil, want er slaat nergens op. Er is geen vrije wil, er is maar één wil en die is ondeelbaar. Je hebt vrije keuzes, dat wel. Mm. Jij mag ervoor kiezen om je te gedragen als een absolute vol-idioot. Dat is jouw keuze. Snap je? Nou dan. Ja, het wordt me nog wat met ons. Kijk, en voor mij, uh, ja, ik ben een bijbelgelovende christen vanaf mijn twaalfde. Ik heb het toen voor zoete koek geslikt. Ja, want ik las zelfstandig mijn Bijbel. Ik, ik heb wel les gehad, ik heb wel hulp gehad van de mensen van de Pinkstergemeente. En voor de rest las ik hem zelf. Elke dag, elke avond voordat ik ging slapen, las ik Bijbel. Vanaf mijn twaalfde. Uit vrije wil. Uh, uit vrije keuze. Sorry, dan verspreek ik me bijna. Maar uit vrije keuze. Voor mij was het duidelijk. En er is ook maar één wil. En dat is een goede wil. En die goede wil die komt van God. En het wat als Schopenhauer het heeft over dat er geen vrije wil is, alleen maar vrije keuze. Het is een kwestie van goed correct taalgebruik. En dingen doen die niet deugen, dat kan dus nooit de wil zijn. Dat is, dat is jouw vrije keuze die lekker bezig is. Sukkel. En dan doe jij dingen die ongelooflijk onaangenaam zijn voor je omgeving. Daar komt het dan meestal op neer. Schopenhauer was zelf een hele vriendelijke man. Ik ga er maar afronding toe. Dit was voor eerste, Maar nog even over Schopenhauer. Ik vind dat zo'n leuke anekdote. Schopenhauer, die, dat is een Duitse filosoof. In zijn verwoording is de wil verantwoordelijk voor de objectieve werkelijkheid voor de voor rep de representation de voorstelling op Duits, voorstelling op zijn Nederlands de presentatie kan je ook zeggen de wil is ervoor verantwoordelijk Um, waar is de wil? Ja, die, die, die ligt niet om de hoek bij Tante Gerda, snap je? Dus dat dus heb je dus je begrip, je begrip wat buiten de werkelijkheid ligt en in de werkelijkheid is. Wil, iedereen snapt dat het begrip wil, dat dat refereert naar iets wat je, kan, ja, wat je dus niet direct kan zien, maar waarvan je weet dat het er is. Toch? Nou, Schopenhauer ziet die wil ook. Dat is, voor hem is dat de, de basis en niet de Bijbel. Toch spreekt Schopenhauer heel respectvol over de Bijbel. Hij neemt meerdere keren neemt voorbeelden uit het Nieuwe Testament, het Oude Testament, en dan had hij erbij, zegt dus hij van, kijk. Dus... Bijvoorbeeld in zijn uh, essay wat dan luidt uh, over vrouwen. Dan staat hier bij stil dat in het Nieuwe Testament staat dat uh, vrouwen, dat is leuk, maar in de kerk moeten ze de mond houden. Dat Schopenhauer dus dan zegt van wat een ongelooflijk goed idee. Ik sta er helemaal achter. Dat moeten ze niet alleen doen in, uh, de, in de kerk. Nee, dat moet op iedere plek waar meerdere mensen bij elkaar komen, zoals in theaters. Uh, dat moet overal worden doorgevoerd. Wat die vrouwen een keer de mond houden. Ze kletsen alleen maar de hele boel vol. <laughs> maar goed, de Schopenhauer heeft dan ergens een kritiek op de Bijbel en dat gaat dan over de wonderbaarlijke visvangst. Waarbij dan uh, de mensen die dan volgeling zijn van Jezus, die hebben er zwaar de pest in, want uh, ze hebben verschrikkelijke honger en ze hebben niks gevangen. En dan zegt Jezus van nou, ah, dan moet je je netten nog maar een keer uitgooien en dan gooi ze maar eens over de linkerkant. Moet jij eens even opletten. En toen kwam er een hele grote hoeveelheid vis zat er in de netten. Die mensen allemaal stom verbaasden. En er zat zoveel vis in die netten dat die netten bijna gingen scheuren. Nou, ja, en Schopenhauer zegt: Ja, leuk verhaal. Maar ik vind het wel zielig voor de vissen. <laughs> ja, Schopenhauer had gevoel voor humor. En hij was verstandig. En Schopenhauer was geen atheïst. Want Schopenhauer weet en wist. Nou, hij wist, want hij is overleden. Hij wist dat de wereld niet veroorzaakt wordt door iets wat je kan zien, iets wat je kan meten. De wereld wordt veroorzaakt door iets en dat is onmetelijk. Maar het moet er wel zijn, het is de veroorzaker van alles. En Schopenhauer, voor hem staat het ook als een paal boven water dat een mens zich moreel moet gedragen. Want anders ga je in tegen die ene en ondeelbare wil. En dat wil je niet. Dat kan niet. Je kan niet ingaan tegen de wil. De wil kan niet ingaan tegen zichzelf. Dat past niet bij de definitie van een wil. En er is maar één wil en die is ondeelbaar en die wil, die wil. En die is de veroorzaker van de wereld. Dat is het, het woord van Schopenhauer. En een atheïst die zegt in feite van nou ik geloof niet in die wil van Schopenhauer. Die jongen waar ben je mee bezig? Of in het geval van mijn dochter, meisje meisje waar ben je mee bezig? Hoe kan je nou in je denken ingaan tegen een van de grootste filosofen van het tweede millennium? Ja, dat hoor je goed. Het tweede millennium. Welke... Nou, je kan zeggen... Aristoteles was de grote filosoof. En die leefde... Hij was geboren 384... voor onze jaartelling. En toen daarna... Ja, naar mijn geweten niet veel, hoor. En aan het einde van de 18e eeuw... kwam Immanuel Kant... En dat was een, fan, een fantastisch grote geweldenaar. En toen kwam meneer Schopenhauer. Aan het begin van de 19e eeuw. Dit zijn hele grote denkers. Die kan je niet zomaar even terzijde leggen, want je hebt er nog nooit een Jota van gelezen. Ja, Breek, want ik denk altijd heel eenvoudig. Kijk, uh, schrijvers waarvan ik dus uh, nooit uh, een Jota heb gelezen. En, uh, ja, dan denk ik toch, uh, dat zal dan ook wel niks zijn. Want ik heb mezelf heel erg hoog in het vaandel. En als ik nooit iets gelezen heb, nou, dan moet ik daar een reden voor hebben gehad. En uh, daar hou ik mij aan. Snap je? Dus dan kom ik toch weer terug. Dat, dat die mensen die dan atheïstisch zijn en er zo makkelijk over denken. die toch, ja. ja er zit iets achterlijks in. Nou, nu maar hopen dat ik geen enkele atheist beledigd heb en dat ik ze geprikkeld heb en dat ik ze minimaal aangezet heb om de Bijbel te gaan lezen. En als je dat te lichte kost is, ja, ga dan maar de wereld als wil een voorstelling lezen van Artie Schopenhauer. Huh? Of A Sign on Zeit van uh, Heidegger. Allebei de werken zijn in het Nederlands vertaald en officieel mag je het dan niet in het Nederlands lezen, maar moet je het origineel lezen in het Duits? Nou, van mij hoeft dat niet. Wat mij betreft is uh, Heidegger in het Nederlands vertaald uh, ingewikkeld genoeg. <laughs> dat kost je echt heel veel tijd. Ik kan het je garanderen. Hé, hey, en dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie ja. heel vrolijk. Uh. Tjus en dag lieverds.